Dit is deel 2 van college 9. Nou, in het eerste deel van het college hebben we al besproken dat de aanwezigheid van anderen invloed heeft op onze prestaties. En dat het soms ook ons het gevoel kan geven dat we geen verantwoording hoeven af te leggen. En dat we daardoor heel ontspannen worden en eigenlijk niet meer zo heel erg ons best gaan doen. En daardoor ook minder kunnen gaan presteren. Maar het effect van de aanwezigheid van anderen kan eigenlijk nog wel veel verder gaan. Op het moment dat wij deel gaan uitmaken van echt een hele grote groep, dan kunnen we het gevoel van individueel bewustzijn zelfs helemaal verliezen. En op het moment dat wij het gevoel hebben dat wij ons kunnen verstoppen in de massa, dat wij onzichtbaar zijn in een hele grote groep, dan komt eigenlijk ons meest asociale deel naar boven. En dan gaan we ons op een manier gedragen die het daglicht eigenlijk niet kan verdragen. Tenminste, dat kan gebeuren. En dat hebben we gezien bijvoorbeeld op 6 januari 2021... toen aanhangers van voormalig president Trump het Amerikaanse Capitol in Washington gingen bestormen. Dit was een protestactie tegen de nederlaag van Trump bij de verkiezingen van 2020. Hij verloor toen van Joe Biden. En die Trump-supporters waren zo furieus en ze voelden zich belazerd en ze vonden het oneerlijk. En de verkiezingen waren gewoon niet goed verlopen. En Trump die heeft ze allemaal heel goed aangemoedigd en opgefokt. En zo ver gekregen dus dat ze het Capitol gingen bestormen. Een hele gevaarlijke situatie was het gevolg. Natuurlijk kwam meteen de politie en het leger in actie om al die mensen op te pakken. En het Capitol werd geëvacueerd volledig en ook vergrendeld. Maar in al deze hectiek deze massale bestorming zijn er ook 5 mensen gestorven. Dus het is een hele extreme vorm van rellen. Die hebben plaatsgevonden waarbij mensen verschrikkelijk asociaal, impulsief en gewelddadig gedrag hebben vertoond. Nou, ongeveer in diezelfde tijd was het in Nederland ook onrustig. Eind januari 2021 werd er een avondklok ingesteld. Mensen mochten na 9 uur niet meer naar buiten en dat was een extra maatregel tegen de pandemie. Kort na de aankondiging van deze avondklok braken er rellen uit in heel veel verschillende steden. Bijvoorbeeld in Amsterdam, Rotterdam, maar ook in Tilburg. En die rellen zagen er, we hebben het waarschijnlijk allemaal nog op ons netvlies staan. Heel heftig, met molestaties van winkels, fietsen, auto's werden in de fik gezet. En de ME en de politie werden echt bestormd en hadden de grootst mogelijke moeite om deze relschoppers onder controle te krijgen. Heel extreem gedrag dus van mensen in grote groepen, in grote getalen, een woedende menigte. Nou, dit is een voorbeeld van de-individuatie. De aanwezigheid van anderen kunnen mensen hun individuele bewustzijn volledig verliezen. En dat heeft verschillende gevolgen. Ten eerste, het verhoogt gehoorzaamheid. Dat klinkt misschien een beetje tegenstrijdig, want je zou denken, al die mensen gedragen zich super asociaal, dus hoezo gehoorzaam? Maar ze zijn gehoorzaam aan hun leider. En dat zag je bijvoorbeeld bij de bestorming van het Capitol, dat ze heel gehoorzaam waren naar Trump. Dus die ging ze opfokken en die had heel veel invloed op deze relschoppers. Dus je wordt gehoorzaam naar de leider van jouw groep die jou opfokt om je heel extreem te gedragen. Het verhoogt ook conformiteit, dus je kijkt nog meer naar wat zijn andere mensen aan het doen. Oh, ik ga ook een bushokje in elkaar schoppen en ik ga ook heel hard schreeuwen en mensen slaan. Al die extreme gedragingen in rellen. En het vermindert ook het gevoel van persoonlijke verantwoordelijkheid. Dus mensen verliezen eigenlijk het idee dat ze zelf ook nog een persoon zijn die kunnen nadenken misschien. En die ook dingen kunnen afkeuren en misschien andere mensen geen pijn willen doen. Dus de-individuatie is eigenlijk een heel erg kwalijk proces wat kan plaatsvinden als mensen lid worden van een hele grote groep. Er is natuurlijk ook weer veel onderzoek naar gedaan en ik zal met jullie een studie bespreken. Eigenlijk een hele schattige studie, vooral als we vergelijken met wat we net allemaal hebben besproken. Dit was een studie uitgevoerd in de VS tijdens Halloween. Halloween natuurlijk een hele grote feestdag in de Verenigde Staten. Ook een heel mooi moment om de-individuatie te bestuderen. Want bij Halloween komen grote groepen mensen samen. En heel veel mensen zijn ook nog eens incognito, want ze hebben maskers op. Het is echt een verkleedfeest natuurlijk. En het dragen van maskers vergroot ook nog eens anonimiteit. Dus dat is eigenlijk een perfecte cocktail om de-individuatie te onderzoeken. Nou, dit onderzoekje was gelukkig vrij onschuldig. Het is een onderzoek uitgevoerd bij kinderen. Tijdens Halloween dus, waarbij de onderzoekers wilden kijken of zij ook een proces van de-individuatie konden nabootsen.
En het was een klassieke Halloween-studie waarbij kinderen verkleed en wel langskwamen in het lab. En ze konden een ruimte betreden. En in die ruimte stond een hele schaal met snoepjes. En de instructies voor de kinderen was heel simpel. Je mag hier naar binnen gaan en je mag één snoepje pakken. En er waren verschillende condities. In de eerste conditie waren de kinderen ofwel alleen. Dus ze gingen ofwel alleen naar binnen. Of ze gingen in een groepje naar binnen. Nou, dat was al de eerste nabootsing van de-individuatie. Omdat natuurlijk het idee is, als je in een groepje bent, dan heb je meer de-individuatie dan als je alleen bent. De tweede conditie was ook heel ingenieus, vind ik. Waarbij de kinderen gevraagd werden om wel of niet hun naam te zeggen. Voordat ze de ruimte betraden. Dus voordat ze naar binnen gingen en een snoepje mochten gaan pakken, werd er gevraagd, wat is je naam? En die twee condities waren eigenlijk gecombineerd. Dus je had kinderen alleen die hun naam zeiden en kinderen alleen die niet hun naam zeiden. En je had kinderen in groepjes die ofwel allemaal hun naam zeiden of die allemaal anoniem bleven en niet hun naam zeiden. Laten we eens gaan kijken naar de resultaten. En we gaan hier dus nu zien de resultaten van het aantal kinderen, het percentage kinderen, dat meer dan één snoepje nam. Dus de regels overtrad. Een hele kleinschalige manier om de-individuatie en asociaal gedrag te meten. Het pakken van meer dan één snoepje. Nou, kijk maar eens mee naar deze grafiek. Hier zie je het aantal kinderen wat de regels ging overtreden. Eerst kijken we naar het gedeelte van de kinderen die alleen, dus alone, naar binnen gingen. Dan zie je dat als die kinderen alleen de ruimte binnen gingen en ze hadden hun naam moeten zeggen, dus ze waren geïndividueerd, dan ging 7,5% van die kinderen pakte toch stiekem meer dan één snoepje. Als ze anoniem waren, dus ze hadden hun naam niet gezegd, Dan waren ze ineens veel meer bereid om een snoepje te nemen. En was het zo dat ongeveer 21% van de kinderen stiekem de regels overtrad en een snoepje nam. Dus je ziet hier al het effect van iemands naam noemen heeft echt een heel groot effect op transgressies, dus de regels overtreden. Nou, we zien eigenlijk hetzelfde soort patroon bij de groepjes, alleen dan heel sterk uitvergroot. Dus je ziet dat als de groepjes eerst hun naam moesten zeggen, dan ging ongeveer 20% van de kinderen toch meer dan één snoepje nemen. Maar als ze ook nog eens anoniem waren, dan was veruit de meerderheid, 57%, nam stiekem meer dan één snoepje. Dus ja, het resultaat is duidelijk. De-individuatie heeft effect op ons gedrag. En de-individuatie speelde zeker ook een rol bij een van de meest beruchte sociaal-psychologische studies aller tijden. De studie waar jullie misschien allemaal stiekem een klein beetje op aan het wachten waren. Het is het Stanford Prison Experiment. Uitgevoerd door Philip Zimbardo in 1971. Het was een onderzoek naar gehoorzaamheid. Een onderwerp wat we natuurlijk besproken hebben in college 8. En wat Philip Zimbardo vooral wilde testen, was de invloed van de situatie. En ook een beetje de invloed van rollen. Wat gebeurt er als je mensen in een bepaalde situatie plaatst en ze een bepaalde rol geeft? Hoe extreem wordt hun gedrag dan? En wat hij deed, heeft allemaal mannelijke deelnemers aangetrokken, gerekruteerd, om deel te nemen aan een onderzoek naar het leven in de gevangenis. Dat was ook hoe hij het verkocht eigenlijk. Hij zei, wil je meedoen aan een onderzoek naar het leven in de gevangenis? En hij heeft een gevangenis eigenlijk nagebootst, gesimuleerd in de kelder van psychologielab van Stanford University. En hij betaalde dus de studenten om ofwel de rol van de bewaker ofwel de rol van gevangenen te spelen. En de rol die mensen aannamen werd bepaald met een coinflip. Dus een muntje werd opgeworpen om te bepalen of ze een bewaker werden of een gevangene. Even voor de duidelijkheid, dit was allemaal echt. Hier waren geen acteurs bij. Dit waren allemaal echt deelnemers. Niemand speelde hier een bepaalde, speelde wel een rol, maar een opgelegde rol. Dus er waren geen medewerkers van het experiment bij betrokken. Ze werden dus in die situatie geplaatst. En wat Zimbardo deed was simpelweg kijken wat er gebeurt. Tenminste, dat was de bedoeling. Dat was uiteindelijk niet helemaal wat Zimbardo deed. Hij deed iets meer dan dat. Maar goed, dat zul je zo meteen zien. Ik ga jullie nu een stukje laten zien. De echte onderdelen van het Stanford Prison Experiment. Maar voordat ik dat doe, wil ik wel even waarschuwen dat er in dit stukje video dat er geweld te zien is. Ook best wel heftige vormen van misbruik.
kan soms wel heftig zijn om te zien. Dus als je weet dat je daar gevoelig voor bent, voel je alsjeblieft vrij om dit niet te kijken, om een stukje de video door te spoelen totdat je mij weer in beeld ziet. Dan is ook helemaal prima. Want de details van dit onderzoek zijn wel fascinerend, maar niet belangrijk. Dus ik ga er geen verder vragen over stellen in het tentamen. Alles wat je moet weten over het Stanford Prison Experiment staat ook in jullie boek beschreven. Dus je kan ook dit videoclipje skippen. Maar als je juist wel geïnteresseerd bent in de details en kijken hoe dit experiment nou plaats heeft gevonden, blijf dan vooral kijken. The Stanford Prison Experiment is possibly the most famous psychological experiment of all time. An insane role-playing game gone horribly wrong. Thanks to nylon stockings, fire extinguishers, and a sadist nicknamed John Wayne. So what really happened behind those prison walls? Here's a look at the untold truth of the Stanford Prison Experiment. The experiment begins. With funding from the U.S. Office of Naval Research, Dr. Philip Zimbardo began the Stanford Prison Experiment in August 1971 to study the effects of prison life and examine the power dynamic between inmates and guards. As he later wrote in his book, The Lucifer Effect, Zimbardo wanted to know, if you put good people in a bad place, do the people triumph or does the place corrupt them? He began by putting an ad in the paper for volunteers who would be paid $15 a day to participate, about 93 bucks in today's cash after inflation. After selecting 24 guinea pigs, Zimbardo and his assistants converted the basement of Stanford's psychology department building into a makeshift prison, then flipped a coin to decide which test subjects would be guards and which would be prisoners. It would turn out to be a fateful decision. Welcome to prison. The experiment began when real-life cops pretended to arrest the students playing prisoners. They were hauled to the actual Palo Alto Police Department, booked, fingerprinted, and then blindfolded and tossed in a holding cell. Once they were transferred to the fake prison, things got a lot worse. The prisoners were ordered to strip naked, douse with a spray, forced to wear dress-like garments without underwear, and nylon stockings as hats, and fit with a chain locked around one ankle. The students playing guards were also encouraged to make up their own rules, leading to 17 strict guidelines the prisoners were forced to live by. Prisoners were only allowed to refer to themselves by number, and guards would randomly wake them up in the middle of the night with screeching whistles and force them to exercise. Zimbardo even got into the act himself, playing the prison superintendent, where he always sided with the guards and encouraged them to create a sense of fear among the inmates. But the prisoners soon began fighting back. The prisoners rebel. On the second day, the prisoners went on strike, removing their hats and the numbers from their uniform, and blocking the cell doors with their cots to keep the guards from entering. That's when things got even darker. The guards on duty called for reinforcements and used a fire extinguisher to force the inmates away from the door. After forcing their way in, they removed the cots, forcing inmates to sleep on the floor, and refused to let the prisoners eat or brush their teeth. They also threw the ringleaders of the insurrection into solitary confinement and forced others to clean toilets with their bare hands, while spreading rumors that some inmates were informing on the others in the hopes of getting preferential treatment. Finally, the guards stopped letting the prisoners use the toilets at all, forcing them to do their business in buckets, which they weren't allowed to empty, turning the whole fake prison into a giant open sewer. Prisoner number 8612 loses his mind. Less than 36 hours into the experiment, Douglas Corpy, aka prisoner number 8612, apparently lost his mind from the stress. One of the ringleaders during the rebellion, Corpy had been thrown into solitary confinement and was a target of harassment from the guards. According to Zimbardo, Corpy began screaming and crying, although the doctor and his staff initially thought he was just faking it in an attempt to escape. Eventually, they let him out, fearing for his mental health. Corpy later claimed he faked it all, telling SF Gate, "The breakdown I had was a manipulation to get out of that damn experiment." But in a documentary made by Zimbardo, Corpy told a different story. "It was an experience of being out of control, both of the situation and of my feelings." Meet John Wayne. One guard in particular was noted for his sadistic tendencies. His real name was Dave Eshelman, but the prisoners called him John Wayne, though in fact he consciously modeled himself after the villainous prison warden from the Paul Newman movie Cool Hand Luke, going so far as to use a southern accent when speaking to the prisoners. Eshelman orchestrated all sorts of terrible hazing, forcing the prisoners to play leapfrog so their gowns would ride up and expose their privates. He once ordered two prisoners to act as Frankenstein and the Bride of Frankenstein, forcing them to embrace while saying, "I love you." As his final infamous act, Eshelman forced several of the prisoners to simulate intercourse. Tellingly, the other guards didn't stop his actions. "I started to get so profane that, and still people didn't say anything."
According to Eshelman, though, he's not really sadistic at all, but actually a good guy who was simply trying to expose the evils inherent in a prison-type environment. He told Stanford Magazine, "I set out with a definite plan in mind, to try to force the action, force something to happen, so that the researchers would have something to work with." From Eshelman's perspective, any blame lies with Zimbardo. Nobody was telling me I shouldn't be doing this. The professor is the authority here. You know, he's the prison warden. He's not stopping me. Things fall apart. Over the course of less than 1 week, five students playing prisoners had to be released due to severe psychological issues caused by the abuse of their guards. Perhaps the worst was the case of prisoner number 819, who broke down weeping. When Zimbardo allowed him to rest in the nearby room, however, the prison guards lined up all the other inmates outside the door and forced them to chant, "Prisoner number 819 did a bad thing," over and over again, until the poor guy was reduced to a blubbering wreck. "Prisoner 819 did a bad thing! Prisoner 819 did a bad thing!" He was eventually replaced by a new guinea pig, prisoner number 416, who was so horrified by what he saw in the prison, he immediately staged a hunger strike in protest. Guards responded by tossing him into solitary confinement. The experiment had gone off the rails, and the only man who could stop it had lost all perspective. As Zimbardo put it himself, "I had become the superintendent of the Stanford County Jail. That was who I was. I'm not the researcher at all." Luckily, someone with perspective showed up on day five. Zimbardo's then-girlfriend, Christina Maslach, was an assistant professor at Berkeley. After showing up to help with the experiment, she was appalled to see the prisoners chained together with paper bags over their heads. She confronted him that night. "We had a long argument. At the end of it, he then decided, this is it, I've got to shut down the prison. And so then the next day, everything stopped." The experiment was supposed to run for 2 weeks. It had only lasted 6 days. Aftermath. Shortly after the experiment ended, the horrific uprising in Attica Prison took place, thrusting Zimbardo and his research into the spotlight. Researchers are still arguing about what it all means. Zimbardo himself has said it goes to show how normal people can be turned evil by circumstance, telling the BBC, "The study is the classic demonstration of the power of situations and systems to overwhelm good intentions of participants and transform ordinary, normal young men into sadistic guards." Others aren't so sure, as some critics think Zimbardo unintentionally skewed his results with his methods, which may have attracted participants who are much more aggressive and less empathetic than the general populace. Plus, Zimbardo wasn't just a scientific observer. He actively participated and even encouraged violence and brutality, corrupting his data in the process. Tellingly, when psychologists conducted a similar experiment in 2001, they remained observers, and the guards never got anywhere near as aggressive as John Wayne and his cohorts did at Stanford. The significance of the Stanford prison experiment came into question again in 2004, when a group of American soldiers tortured and humiliated Iraqi prisoners at Abu Ghraib prison. Zimbardo was called to testify as an expert on behalf of one of the defendants, who claimed the system encouraged the guards to act violently. Zimbardo agreed, saying, "Abu Ghraib was a Stanford prison study on steroids." The defendant still received 8 years behind bars, however, which some might consider an ironically fitting epilogue to the saga of the Stanford prison experiment. Jullie hebben het nu gezien of jullie hebben het nu geskipt. En dit onderzoek is heel erg beroemd. En ik weet zeker dat je er vast wel eens een keer van hebt gehoord. Of misschien had je het zelfs al eerder wel eens iets van gezien. En dit onderzoek is super beroemd vanwege de schokkende beelden en de indrukwekkende resultaten. Maar ook zeker omdat er heel erg veel kritiek op is, op dit onderzoek. En vooral, eigenlijk misschien nog wel vooral de afgelopen 10 jaar, is er ook nog heel veel kritiek bijgekomen. Terwijl het onderzoek natuurlijk best wel lang geleden plaats heeft gevonden, wel meer dan 50 jaar geleden. Is het toch zo dat er nog steeds nieuwe kritiek bijkomt. Laten we eens even kijken naar sommige van die kritiekpunten. Eerst is, surprise, ethiek. Het was niet zo'n ethisch experiment. Misschien zou je je niet verrassen als je het hebt gezien. Maar ja, dit kan natuurlijk helemaal niet door de beugel. Het is extreem, echt extreme vormen van geweld tegen deelnemers van onderzoek. Ondenkbaar vandaag de dag dat dit nog plaats zou kunnen vinden. Het heeft ook echt veel schade toegebracht aan de deelnemers. Zowel aan de gevangenen als aan de bewakers. Die hebben daar nog steeds last van vandaag de dag. Dat is als ze, toen ze mee hebben gedaan aan dit experiment. Dus dat kan natuurlijk niet. Er was veel te weinig informatie vooraf. Mensen konden zich ook niet terugtrekken, wilden stoppen, konden niet stoppen. Alleen als ze echt helemaal doorflipten, mochten ze stoppen met het experiment. Nou, kan allemaal natuurlijk totaal niet door de beugel. Dus vanwege ethiek is het al het allerergste experiment ooit. Maar het gaat eigenlijk verder. Want ook als je kijkt naar wat Zimbardo nou precies heeft gedaan.
Hij heeft eigenlijk een soort van filmset gecreëerd. Waarbij hij zelf de director was. En keken hoe mensen, zijn acteurs zich gingen gedragen. Dat begon al bij de werving. Dus op het moment dat de deelnemers geworven werden, ik zei het al. Wil je meedoen aan een experiment over het leven in de gevangenis? En achteraf is deze bewoording eens getest. Getest om te kijken wat voor effect heeft dit op de aantrekkingskracht van deelnemers. En er is gebleken dat mensen eigenlijk vooral heel erg geïnteresseerd zijn als ze boven gemiddeld zijn in agressie. Dus vooral hele agressieve mensen waren geïnteresseerd om mee te doen met dit experiment. Dus dit is eigenlijk selection bias. Je hebt een bepaalde selectie gemaakt van deelnemers die niet representatief zijn voor de gemiddelde mens. Dus allemaal mannen die bovengemiddeld agressief zijn. Dus daar begint het al bij de werving. Vervolgens werd er gewoon een scenario neergelegd. Er was een hele setting gecreëerd, een gevangenis nagemaakt. En dit alles bouwde op tot eigenlijk demand characteristics. En dat wil zeggen dat deelnemers heel makkelijk kunnen raden wat eigenlijk van hen de bedoeling is. Wat de verwachting is van de onderzoeker, wat de hypothese is van de onderzoeker. En hoe ze zich dus ook geacht worden te gedragen. We hebben al eerder besproken, vooral in een onduidelijke situatie, een ambiguë setting, zijn we op zoek naar wat moeten we hier nou mee? Ik zit hier in een soort van nepgevangenis, ik heb de rol gekregen van bewaker, wat moet ik doen? Nou, dan ga je dus nadenken, wat wordt er waarschijnlijk van mij verwacht? Je gaat een beetje sociaal wenselijk gedragen. Ja, ik denk dat die onderzoeker wil dat ik nou heel erg gewelddadig word of zo. Nou, dan ga ik dat maar doen. Dus deelnemers gingen eigenlijk raden wat ze moesten doen en gingen zich in lijn gedragen met het soort van script wat Zimbardo zelf had bedacht. Daarbij was het ook nog zo dat Zimbardo heel expliciete instructies gaf aan de bewakers. Dus het was helemaal niet zo dat hij natuurlijk gedrag ging observeren van hoe gaan mensen zich natuurlijk uit zichzelf gedragen. Nee, hij zei gewoon soms wat ze moesten doen. Dan gaf hij ze instructies van ja, laat ze nog maar even marcheren. Of misschien is het leuk als je ze hun broek uittrekt en kijken hoe ze daarop reageren. Dus hij ging gewoon meedoen, hij ging zich eigenlijk opstellen als de gevangenisbewaarder, de directeur van de gevangenis. In plaats van de objectieve onderzoeker die hij natuurlijk eigenlijk moest zijn. Nou, tot slot is het ook nog zo dat Zimbardo zijn resultaten heel erg heeft overdreven. Want als je kijkt naar wat er gebeurd is in het Stanford Prison Experiment, is dat ongeveer 1 op de 3 bewakers heeft dat extreme gewelddadige gedrag vertoond. 2 op de 3 deden dat niet. Sterker nog, 1/3 bood weerstand tegen dat gedrag. Dus 1 op de 3 bewakers ging er tegenin en die ging eigenlijk een beetje protesteren. Van jongens, dat kan toch niet? Doe even normaal, dit kun je echt niet maken. Dus zelfs in deze perfecte cocktail eigenlijk van situaties waarin je helemaal wordt uitgestippeld wat je moet doen, gingen heel veel mensen boden nog steeds weerstand. Eigenlijk heel goed nieuws, toch? Dus dat wil zeggen dat het nog niet zo slecht gesteld is met de mensheid dan we misschien dachten of wat Philip Zimbardo ons heeft willen laten geloven. Dus dat is misschien een geruststelling. Maar tegelijkertijd is het wel belangrijk om te onthouden, want dat de-individuatie wel degelijk een heel groot probleem is in de maatschappij. Dat hebben we gezien met die rellen. Dat zien we eigenlijk keer op keer in de media verschijnen. Ook bijvoorbeeld natuurlijk bij voetbalsupporters. Hele extreme rellen door hooligans. Dus ja, dat willen we natuurlijk tegengaan. We willen dat mensen toch het gevoel hebben dat zij verantwoordelijk zijn voor hun eigen daden en niet onzichtbaar zijn in de massa. Dus hoe kunnen we dat nou oplossen? Nou, er zijn verschillende manieren voor. Dingen die bijvoorbeeld gedaan kunnen worden in de maatschappij, zoals camera's ophangen. Het blijkt dat als er camera's ophangen, en dat gebeurt vaak in bijvoorbeeld treinstations of metrostations, hangen er camera's. En alleen al de aanwezigheid van camera's zorgt ervoor dat mensen zich minder onzichtbaar voelen. Je hebt toch het gevoel van, hey, ik word misschien wel bekeken. En alles wat ik doe, daar kan ik achteraf op worden afgerekend. Dus je voelt je weer toch weer meer verantwoordelijk voor wat je doet. En zelfs als de camera's het niet doen, heeft dat dus effect. En wat ook goed werkt, is spiegels. Dus soms zie je in grote gemeenschappelijke ruimtes staan er spiegels. En als mensen zichzelf in de spiegel zien, worden ze ook weer even wat meer zelfbewust. En herinneren ze zich even weer van, hey, ik ben trouwens ook nog eens een individu. Ik ben niet alleen maar onderdeel van deze grote groep. Nou, tot zover het gedeelte over de-individuatie.